Ik ben meneer Sonneveld. Wim Sonneveld. Hè? Hebben jullie... Wacht. Dit is net een grote glazen pils. Het is een gek. Een clown. Geloof hem niet. Kijk naar hem. Hij lijkt niet eens op Wim. Dat vind ik doorgezegd van een clown. Je meneer, u wilt niet te converseren. Ach, trekt u het nimmer? Het populaire festival De Parade, dat de hele zomer door Nederland toert, begint dit weekend in Eindhoven. Op het festival spelen zo'n 80 theater-, dans-, meme- en muziekvoorstellingen voor jong en oud in speciale theatertenten. We zijn het enige rondreizend festival ter wereld. Dus we beginnen hier nu, we slaan 10 dagen lang onze theatertenten op. Er staan iedere avond verschillende voorstellingen van ongeveer 30 minuten. Dus je kunt er een aantal op een avond zien. Er staat 's avonds een live band, je kunt lekker eten, de zweefmolen is er. En voor iedereen wat wils. Voor het eerst doet er dit jaar ook een Eindhovense productie aan het festival mee. Waar gaat jullie voorstelling over? Ja, we hebben niet echt een heel duidelijk narratief eigenlijk. We spelen eigenlijk gewoon losse nummers van ons album. Ons Brabohop album, Grintegeltuin. En waar gaat dat album over? Eigenlijk het leven in Eindhoven. Kanaal, plastic tuinstoelen, de kuren, Bavaria, je kent het wel. Je kunt gewoon lekker komen aanwandelen en dan kun je bij de poort een kaartje kopen. En dan kun je eigenlijk gewoon je laten inspireren door de theatermakers die hier rondlopen. Dat je denkt, nou, dat lijkt me leuk, daar wil ik naartoe. Ik had ook een voordeel voor e-bikes, dus ja, gentrification. Goudvissen. Dikke goudvissen gaat het ook over. En hoe is het om met die thematiek in jullie eigen stad aan te staan? Ja, dat is een droom die uitkomt. Het voelt als thuiskomen. Vrijdag om 6:00 opent het terrein naast het Parktheater officieel de deuren voor publiek. De voorstellingen zijn tot en met 26 juni nog in Eindhoven te bezoeken. Daarna reist het festival verder naar Den Haag, Utrecht en Amsterdam. Duel.